allemaal, dit is het educatief programma Trots op ons Bos. Het is een educatief programma van het NIMOS, Red Plus en het Kinderboekenfestival. Het gaat over ons milieu. Ons thema is het bos, het milieu, ons voortbestaan, onze toekomst. In deze programmaserie leren wij van het milieu te houden, van het milieu te genieten en hoe wij beter met het milieu kunnen omgaan. Ik ga een verhaal lezen uit het kinderboek De Magische Tuin van Mbasemi. En het is geschreven door Jonathan Chinfu. Duizenden jaren terug was er een plek in het bos waar alleen de dieren konden komen. Het gebied stond vol magische bomen. Zo waren de dieren veilig voor mensen. Ieder dier had een bepaalde taak. Of bij de boom, of in het water, of in de lucht. Dat gold ook voor een luiaard en een miereneter. Ze waren niet alleen familie van elkaar, maar waren ook beste vrienden. Mantok, de luiaard, leefde in een grote busi papaya boom. Hij was dol op de bladeren. Maar hij at niet alleen de bladeren van de boom. Hij moest er ook zelf voor zorgen dat de boom gezond bleef. Anders had hij geen eten meer. Zijn neef Parmin, de reuzenmereneter, leefde op de grond. Hij kon niet zo goed in bomen klimmen. Maar met zijn lange tong kon hij alle mieren van de busi papaya boom wel eten. Zo had Mantok genoeg bladeren en geen last van de mieren. En Parmin had genoeg mieren om te eten. Ik heb voorgelezen uit het boek De Magische Tuin. En nu gaan wij een kijkje nemen in de cultuurtuin. We staan hier in de cultuurtuin aan de Kanangalaan. Die cultuurtuin die heeft planten die inheems zijn, dus Surinaamse planten, maar ook een heleboel geïmporteerde planten. En die planten die zijn grote bomen geworden door de jaren heen. En ze staan erbij met een stevige stam. De spanwijdte van de takken is enorm. Kijk maar naar die grote notenboom hier aan de overkant. En die stammen van die bomen zijn heel stevig. Daardoor functioneren deze bomen als windscherm om de gebouwen en de natuur eromheen te beschermen tegen sterke rukwinden. Adiel, weet je wat spanwijdte is? Spanwijdte van de takken? Ja, juf Heidi, is de afstand tussen de takken van de boom. Goed zo. Dag meneer Madari, hoe gaat het met u? Prima. Meneer Madari is boomkenner en beheerder van de cultuurtuin. Hij kent dus alle bomen die hier voorkomen. En hij gaat ons vertellen over deze prachtige notenboom die we tegenover het bord van de cultuurtuin hebben staan. Meneer Madari, waar komt deze notenboom vandaan? Uit Panama. Een van de grote bomen uit de cultuurtuin. Die uit Panama door professor Stahel. Uit Panama is gehaald om hier als windshield, als windbeschermer tegen die zware winden te functioneren. Maar het is ook tegen zo'n notenboom. Kijk, hier heb je opende en zo hij moet zo groen geplukt worden. En dan geopend en dan kan je de nootjes opbakken en het pinda eten. Maar omdat die bomen zo groot zijn en stevig, dan kunnen ze als windbrekers vanuit de oceaan hier voor ons. Dat is een grote oceaan, waarbij dus in de regentijd vooral de winden zwaar zijn. We noemen ze windhoses. Dank u wel. Nou, we gaan nu praten over die meubelhoutboom. We staan nog steeds in de cultuurtuin. En dit gedeelte heeft een heleboel meubelhoutbomen. Deze bomen zijn te herkennen aan die brede bladeren die ze hebben
En ze zijn enorm hard. Hè? Dat hout is erg hard. De bomen zijn niet inheems. Wat wil dat zeggen? Ze zijn niet van Suriname, ze zijn geïmporteerd. Geweldig. En als we daar kijken, dan zien we dat er een boom is geknakt. En het wordt ondersteund door andere bomen die nog rechtop staan. Die geknakte boom is in feite een teken van... Dus hele sterke winden. Hele sterke winden. Goed zo. Meneer Madari gaat ons een beetje vertellen over de meubelhoutboom en die sterke winden. De meubelhoutbomen zijn speciaal geplant in de windrichting door professor Stahel. Zie je het 1898. Omdat we aan de Atlantische Oceaan grenzen, moet je windbrekers plaatsen. En deze stevige bomen, dit is een schoon voorbeeld dat die winden heel hard zijn, want dit hout is heel hard hout. We gaan hier CO2 meten van de meubelhoutboom. Wie weet wat CO2 is? CO2 is een combinatie van koolstof en zuurstof. Ja, dat klopt helemaal. Waar komt CO2 voor? In de lucht. Wat doen die planten met CO2? Ze maken er zuurstof van. De planten doen nog meer. Zuurstof is in feite een bijproduct wat ontstaat wanneer ze hun voedsel gaan maken. Ze maken hun voedsel met behulp van koolstof, CO2 en water. Water! Goed zo. Wat krijgen we dan als voedsel? Wat krijgen ze als voedsel? Suikers. Suikers, fantastisch. En daarnaast komt er zuurstof vrij, waardoor wij kunnen leven. Want we kunnen niet leven zonder zuurstof. We gaan vandaag CO2 meten van die meubelhoutboom. Wat is klimaatverandering? Klimaatverandering is een verandering dat de natuur zelf... Klimaatverandering is het verschijnsel dat we eigenlijk nu allemaal zien. Het klimaat is overal in de wereld veranderd. Hoe komt het dat het veranderd is? Het is veranderd omdat mensen broeikasgassen, dat zijn hele slechte gassen, in de lucht laten terechtkomen doordat ze hele grote fabrieken hebben die allerlei vieze gassen de lucht instoten. Broeikas, dat is wat we voelen wanneer het zo heet is, alsof wij in een broeikas zitten. Een plantenkas waar geen lucht in komt. CO2 is namelijk een van de 8 broeikasgassen. Ja? Men wil weten hoeveel CO2 de planten opnemen, vooral in de landen die veel bos hebben als Suriname. En waarom? Omdat deze landen ontzettend veel lijden vanwege klimaatverandering. We gaan nu meten. We gaan dus CO2 meten. Anaya heeft hier een... meetlint. Goed zo. En we gaan dus meten. We pakken een meubelhoutboom. Anaya, welke? We gaan deze pakken. We gaan deze pakken. Op 1 meter 3 hoogte vanaf de grond ga je dus die boom meten. We hebben net de omtrek van de boom gemeten. De omtrek is 1,91 meter. We weten nu dus wat de omtrek is van die boom. En met dat getal dat we hebben gekregen, kunnen we berekenen hoeveel CO2 die boom heeft opgenomen en hoeveel koolstof die boom opslaat. In een ander gedeelte van de cultuurtuin. Aan de andere kant van de tuin zullen jullie zien het huis waar professor Stahel gewoond heeft.
Hij is geweest een van de directeuren die meer dan 400 bomen naar Suriname heeft laten brengen om hier uit te proberen. Je hebt een diversiteit aan planten. Kom kijken. Hier hebben we bijvoorbeeld die hoedenpalm. Hè? Okay. En daar staat de fluweelappelboom. Dat is deze boom. Jullie hebben papappeltjes kunnen krijgen. Aan de buitenkant van die appels zie je, wat zie je aan de buitenkant? Haartjes. Haartjes. Juist. Ze voelen net fluweel. Ze voelen net fluweel aan. Nou, verderop hebben we een grote boom staan. Wie kent die naam? Zeg het maar. Een kankan tree. Fantastisch, dat is die kankan tree. Is het een inheemse boom? Ja. Het is een inheemse boom. Onze eigen kankan tree. We lopen dus nu even naar het huis van professor Sahel. Poppa, zien we een boom met Chinforu soppo. Dit is een medicinale plant. Kijk hoe mooi hij is. 10 centi. 10 centi. 10 centi wordt hij genoemd op Chinforu soppo. 10 centi. Ja? Dat zit in onze boek. Achter ons hebben we dus het huis waar professor Sahel heeft gewoond. Dit is nu een kantoor van een internationale organisatie, de IIK. Maar hier heeft professor Sahel dus gewoond en heeft opdracht gegeven om al die bomen van verschillende delen van de wereld naar Suriname te brengen om uit te proberen. We hebben dus hier een prachtige tuin met bomen, verschillende bomen. Ja? En de laatste boom die we gaan bekijken is de zakdoekenboom. Wauw! En waarom wordt hij zo genoemd? Omdat die jonge blaadjes als zakdoekjes omlaag hangen. S'avonds trekken die blaadjes zichzelf omhoog en wordt de bloem zichtbaar. Waarom heet het niet meer? En overdag dan gaan die blaadjes weer hangen en verbergen de bloem tegen de zon. Het is namelijk zo dat de planten zijn gehaald uit verschillende landen en het gaat om ongeveer 400 planten. Dus niet uit 400 landen, maar uit verschillende landen over de gehele wereld. Dit was het programma Trots op ons bos met kinderen van het Kinderboekenfestival. In deze aflevering hebben wij geleerd over het ontstaan en de ontwikkeling van de cultuurtuin. Kijk uit naar ons volgend programma en doe actief mee door de opdrachten uit te voeren. De opdracht voor deze aflevering is: maak een mooie foto of een tekening waarop de cultuurtuin wordt uitgebeeld. Lever die in bij het jeugdcentrum aan de Dr. Sophie Redmerstraat 172 of digitaal via info@kinderboekenfestival.org. Succes!